Suriname moet overstappen naar een poldersysteem, zegt minister Pralat Soedien van Landbouw, Veeteelt en Visserij. De bewindsman ventileerde zijn mening deze week terwijl hij sprak over de problemen waarmee de meeste districten in het land in het regenseizoen te kampen hebben. Het is gewoon meer neerslag in een korte periode. Als je gaat kijken naar totaal neerslag voor het hele jaar, dan ga je weinig verschillen zien. Maar veel neerslag in een korte periode. En onze infra is niet daarop berekend. De dimensionering van de kanalen, sluizen, noem maar op. En even los van slecht onderhouden, want dat speelt natuurlijk ook mee. Maar je ziet ook, als je neemt een Saramaka-kanaal, heel een Wanica-gebied bijna, loost daarop. Maar Saramaka-rivier, het pijl daar is hoger dan het Saramaka-kanaal, op Suriname-rivier. Dus het water kan niet weg. Enige mogelijkheid is nu, zoals in Nederland, je moet nu je heel systeem gaan veranderen in een poldersysteem en uitpompen. Trafas no de. Dus vandaar dat ik ook continu erachter zit binnen de regering van die waterschappen die er moeten komen. Soedien merkt op dat er in Nikeri nu veel aandacht gaat naar het bevorderen van de waterschappen. Er is een project gaande waarbij de waterschappen worden gesaneerd. De bedoeling is dat deze zaken versneld worden aangepakt. En die financiering is er. Maar in de volgorde gaan we die zaken een beetje anders aanpakken. Wat later zou gebeuren, moeten we nu naar voren halen. En die als eerste aanpakken. Dus vandaar dat we nu haast maken met het verkiezen van die waterschapbestuurder. En dat zij dan van daaruit het zaakje oppakken. En wij met infra onderhoud erachteraan komen. En dat zij het daarna overnemen. Dat gaat moeten gebeuren. Dat is het model overal in de wereld. Ook in Guyana. En elk perceelhouder die betaalt een bepaald tarief per hectare. Maar als je dan hebt, is het mensen niet te wachten tot het weer eens dicht begroeit. Als ik daar in zo'n gebied woon en ik moet 25 SD per maand bijdragen, dan ga ik er ook op letten van luisteren, gras mag niet tot op midden in de sloot komen. Als het begint te groeien moet je dan al ingrijpen. Maar als ik daar in het bestuur, heb ik recht op te praten. Soedien zegt verder dat er ook gewerkt moet worden aan een systeem waarbij een calamiteitenfonds wordt opgezet. Het proces daartoe is al ingezet middels gesprekken met deskundigen.